Ik ga jullie laten zien met een dikke draad en een dikke naald hoe je een knoopje in je draad kan maken op het einde. Dus ik heb mijn draad al door het oog van mijn naald gestoken. Je gaat dan het uiteinde van de draad gelijk leggen bij het, met het oog van de naald. Dus je gaat eigenlijk zo de naald en het uiteinde van de draad overlappen met elkaar. Je gaat dat daar bij het oog ga je dat samen nemen en dan ga je dit stukje draad een aantal keer rond de naald draaien. Je duwt aan het gedraaide gedeelte. Ik heb dat nu 1, 2, 3, 4, 5 keer gedraaid, omdat het ook een redelijk dikke draad is. Dan krijg ik al een serieuze dikke knoop. Je schuift dan dat opgedraaide gedeelte naar het oog van de naald en dan haal je je naald er helemaal door en dan ga je zien dat er hier op het einde een knoop ontstaat. Ja, voilà. Dat is een makkelijke manier om een knoopje in je draad te maken.